Wethouder Laurens Verspuij was zaterdag 27 oktober te gast in het programma Debat op 2 van de KRO. Hij was daar uitgenodigd om uit te leggen hoe de gemeente Tiel omgaat met woonwagenbewoners. De woonwagenkampen zijn volop in het nieuws. De bewoners zouden crimineel zijn. Harde maatregelen zijn aangekondigd. Is dat terecht of worden kampers in Nederland gediscrimineerd? Daarover discussiëren we met een studio vol woonwagenbewoners en bezorgde burgers. Live vanuit het Geldmuseum in Utrecht is dit Debat op 2. Als ik dan even meteen bij een vertegenwoordiger van de overheid mag aankloppen. Laurens Verspuij in Tiel, hè, met de portefeuille, deze portefeuille in uw zak, zal ik het zo maar zeggen. Dat is een verwijt. Nou ja, Tiel kent vanaf 2006... extra aandacht toe aan woonwagenbewoners. Dat is ook hard nodig. En dat kwam eigenlijk voort uit twee opvattingen. De eerste is van dat het college en ook ik het gewoon immoreel vind als de overheid een hele lange tijd een bevolkingsgroep laat liggen, links laat liggen. En dat is gewoon met woonwagenbewoners wel gebeurd. Waarom eigenlijk? Dus dat is ook de hand in eigen boezem steken. Nou ja, dat is ook de tijdgeest die de tientallen jaren is geweest. Maar waarom? Nou ja, wat apart zetten van de bevolking. Op die manier proberen, tenminste dat was toen de gedachte, geen last van te hebben. En dat werkt dus niet. Kop in het zand. Je kop in het zand, je leeft langs elkaar heen. En daarom is het goed om daar nu wel afscheid van te nemen. Vindt u als politicus dat deze groep gediscrimineerd wordt? Ik praat wat ik in Tiel zie en meemaak. Ja. Dat vind ik niet. Ik vind dat er echt ook terecht aandacht is voor deze groep. Ik vind ook dat we het als overheid, aandacht... ik vind ook dat we het als overheid niet kunnen maken om bijvoorbeeld mensen die in een woonwijk wonen anders te behandelen, om daar wel heel rigide richting tuinhuisje op te treden, om dat af te breken en dat je het aan de andere kant van de straat laat liggen. Dat kan niet. Hebben jullie dat gevoel ook, dat jullie een lange tijd wel een soort voorkeursrol hebben gehad van, nou ja, we laten ze maar dingen bouwen en we laten ze maar zonder vergunning dingen doen, want nee. Het is lastig. Nee, dat vinden wij niet. Dat vinden wij zeker niet. Nee. Wij zijn in de jaren, wij zijn altijd, toen wij beurden, zeg maar, ons inkomen kwam van de staat en dat is overgegaan naar de gemeentes en vanaf die tijd zijn de gemeentes gaan reclameren, want ze hadden een potje. En dat potje, dat moesten ze nu aan de personen geven. Als je zegt, ons inkomen komt van de staat, hè, bedoel je dan dat de meeste mensen op woonwagenkampen van uitkeringen leven? Nee. Nee, want bij ons zijn er in het geheel misschien 5 wie van een uitkering leven. Van de 16. En de rest van de 16. En de rest heeft een bedrijf. Toch niet wel. Op het kamp, mijn zoon toevallig wel, maar ook buiten het kamp hebben die een bedrijf. En wij moeten ook vergunningen aanvragen. En wij moeten ook vergunningen aanvragen. En zo'n leeftijd maken laten. We hebben ook vergunningen aangevraagd. Alles net zoals bij iedereen en anders. Dan zegt de meneer uit Tiel, misschien wel van vooroordelen. Nee, wij hebben alleen maar naoordelen. En zie je het ook nu als een kans dat er extra aandacht aan is en dat de boel ook wordt opgeruimd Moet u goed luisteren. Wilt u 7 keren per dag de politie voor uw deur stoppen, kenteken opschrijven en dan een kenteken van een bezoeker van het woonwagencentrum. Maar dat is ook niet de aanpak in Tiel. In Tiel proberen we de aanpak is in Tiel. Zo individueel mogelijk te benaderen. We komen niet met politie de woonwagenlocatie op. We proberen vanuit de gemeente zelf te doen. Om die manier ook zo individueel mogelijk die problemen op te lossen. We hebben in het begin daarin een keer flink strijd gehad. Toen hebben we flink opgetreden, ook met de politie. Toen was het voor de woonwagenbewoners ook duidelijk van ze menen het. En daardoor is wel de dialoog op gang gekomen. En hebben we bijvoorbeeld gewoon in overleg met woonwagenbewoners, hebben ze zelf de aanbouwen afgebroken. Hebben ze zelf restschoenstrookjes teruggegeven. Zonder dat de politie aan te pas is gekomen. Dat is nou juist waar dan het goede is in Tiel en het slechte in Waalre. In Waalre is er geen overleg.